Jim, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Waarom? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Pardon. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording en ik dacht dat kan niet. Dat mag. Dat. Excuseer. Excuseer, excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet sorry, wat echt, er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld ja, seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes.